Hey, wat leuk dat je kijkt. Welkom bij weer een nieuwe uitlegvideo van Math with Menno. Laten we beginnen. Deze video gaat over de grafiek van een lineaire formule. In deze video ga ik je laten zien wat een lineaire formule precies is en ik ga je laten zien hoe je de grafiek van een lineaire formule kunt tekenen. Maar eerst, wat is precies een lineaire formule? Nou, een voorbeeld van een lineaire formule zie je hier zo staan. Deze formule gaat over de lijn L, dus die L die staat ervoor. En die lijn, de formule daarvan is I is min 2x plus 5. En dit is een voorbeeld van een lineaire formule. Als je van een lineaire formule een grafiek tekent, dan is die grafiek altijd een rechte lijn. En de grafiek die bij deze formule hoort, die zie je hier aan de rechterkant getekend. In het rood zie je de grafiek van L. Ik heb de L er ook even bij gezet, want dan weet je dat deze bij elkaar horen. En van zo'n lineaire formule moet je een aantal kenmerken weten. Het eerste kenmerk is de richtingscoëfficiënt. En de richtingscoëfficiënt is bij l gelijk aan min 2. Dus de richtingscoëfficiënt is altijd het getal wat voor de x staat. Hier is dat min 2, dus de richtingscoëfficiënt is min 2. En dat betekent het volgende. Als je op de x-as eentje naar rechts gaat, dan ga je op de y-as 2 naar beneden. Dat kun je heel mooi zien hier in de grafiek. Laten we als voorbeeld even kijken naar dit punt hier zo. Bij dit punt is je x-coördinaat gelijk aan 1 en de y-coördinaat is gelijk aan 3. En wat we nu gaan doen, is we gaan op de x-as eentje naar rechts. Dus ik ga van 1 naar 2. Wat gebeurt er dan met mijn y-waarde? Nou, ik zat, eerst zat ik bij 3 op de y-as. Nu ben ik hier naartoe gegaan, want daar zit x-coördinaat van 2. En dan is mijn y-coördinaat gelijk geworden aan 1. Dus, mijn i is van 3 naar 1 gegaan en die is dus met 2 afgenomen. Dus ga je eentje naar rechts, dan ga je op de i-as 2 naar beneden. In plaats van dat we richtingscoëfficiënt opschrijven, schrijven we ook heel vaak dit. Richtingscoëfficiënt kun je afkorten als rc. Daaronder zet je dan zo'n klein l. Van dit is de richtingscoëfficiënt van l. En die is dus gelijk aan min 2. En in plaats van richtingscoëfficiënt spreken we ook wel over de helling. De helling van deze lijn is dus min 2 en dat is dus het eerste kenmerk wat je van een lineaire formule moet weten. Het tweede kenmerk gaat over het snijpunt met de i-as. En het snijpunt met de i-as is bij deze formule gelijk aan 0,5. Dat kun je hier zien in de tekening. Hij snijdt de i-as bij 5, dus de x is dan 0 en de i is 5, maar je kunt dat ook in één keer zien in de formule, want die 5 staat hier aan het einde, dat is dat losse getal, en het losse getal geeft aan wat het snijpunt is met de i-as. Dus er zijn een paar dingen die je moet weten van een lineaire formule. Als eerste is de grafiek altijd een rechte lijn. Het getal voor de x is de richtingscoëfficiënt. In dit geval is dat min 2, dus 1 naar rechts is 2 naar beneden. En het snijpunt met de i-as is dat losse getal wat hier aan het einde staat. En bij ons is dat dus 0,5. Nu je weet wat een lineaire formule is, gaan we het hebben over hoe je de grafiek van een lineaire formule kunt tekenen. En ik ga het uitleggen aan de hand van het voorbeeld wat je hier ziet staan. De opdracht is tekenen in één figuur de lijnen l, i is een half x plus 2, en m, i is min x plus 3. We moeten dus deze twee lijnen gaan tekenen in één figuur. Dus we doen dat samen in één assenstelsel. En als je een grafiek gaat tekenen, dan begin je altijd met het maken van een tabel. En in die tabel ga je je coördinaten neerzetten. Nou hadden we net besproken, deze twee grafieken, dat worden rechte lijnen. En voor een rechte lijn heb ik maar twee punten nodig, want als ik twee punten weet, dan kan ik met mijn geodriehoek al een rechte lijn tekenen. Dus ik heb hier even twee keer een tabel gemaakt: de linker tabel is voor L, en de rechter tabel is voor M. En die tabel hoeft dus maar uit twee punten te bestaan. Dus ik begin even met die linkertabel. Dan ga ik daarboven eerst even opschrijven dat die gaat over de lijn L. En in die tabel zet ik bovenin altijd de x en onderin de y. En nu heb ik dus ruimte voor twee punten. Nou, eerst moeten we even bepalen welke x'en gaan we kiezen. Je mag dat namelijk helemaal zelf weten. En meestal kun je gebruik maken van x is 0 en x is 2. Soms kan dat niet, omdat je dan een heel onhandig comma-getal krijgt. Maar hier hebben we daar geen last van, dus de eerste x wordt 0 en de tweede x is 2. Nu gaan we de bijbehorende y coördinaat uitrekenen. Nou, dan pak je 0, die vul je in in de formule. Een half keer 0 is 0. 0 plus 2 is 2. Dus bij 0 hoort 2. En het is niet nodig dat je de berekening gaat opschrijven. Je mag dat gewoon zo in één keer erin zetten. Dan de volgende. x is 2. Nou, vul dat hier in. Een half keer 2 is 1. 1 plus 2 is 3. Dus bij 2 hoort 3. Nu hebben we de punten van lijn L gehad. En nu gaan we meteen door naar die andere tabel, want die is voor lijn M. Dus ook dat zet ik er even boven. En voor lijn M maken we weer een tabel met twee punten. Met boven de x en onder de y. In dit geval kan ik weer gebruik maken van x is 0 en x is 2. Maar als je andere getallen wil, dan is dat ook prima. Het maakt eigenlijk helemaal niet uit. Nou, dan gaan we als eerste 0 invullen en dan krijg je min 0 plus 3. Nou, min 0 is hetzelfde als 0, 0 plus 3 is 3. En nu die ander, 2 invullen, min 2 plus 3 is gelijk aan 1, dus bij 2 hoort 1. Nu heb ik hier aan de rechterkant mijn assenstelsel al even gemaakt. En hoe groot dat assenstelsel moet worden hangt een beetje af van de getallen die je hier ziet. Die getallen zijn vrij klein, daarom heb ik ook mijn assenstelsel een beetje klein gehouden. Maar als je het lastig vindt om in te schatten, maak dan gewoon een assenstelsel van min 5 tot 5. Want dan zit je eigenlijk altijd wel goed. Dan gaan we eerst even alle getallen neerzetten bij de assen. Dus 0, 1, 2, 3, 4. Dit is de x-as. Hierbij wordt min 1 en dan hebben we 1, 2, 3 en 4 op de y-as. Min 1 en min 2. Dan begin ik even met lijn L, en die doe ik even in het rood. En dan gaan we eerst even de coördinaten neerzetten die komen uit deze tabel. Bij x is 0 is de y gelijk aan 2. Dus op de x-as zit ik bij 0, dan moet ik naar 2 op de y-as, dus dan kom je hier uit en daar zet ik dan even een stipje in het rood. Dat is het eerste punt wat volgt uit deze tabel. De tweede is 2,3. Dus op de x-as naar 2 en op de y-as naar 3. Dan kom je daaruit, dus daar zet je dan even een stipje. En nu ga je deze stipjes met elkaar verbinden door middel van een rechte lijn. Dus je doet het even netjes met je geo, want je moet een nette rechte lijn tekenen. Dus die rechte lijn gaat er zo uitzien. En denk eraan dat je de rechte lijn net zo lang maakt als dat je assenstelsel is. Dus niet alleen tussen die twee punten, maar helemaal van het begin naar het einde. Je moet ook even bij die lijn zetten wat de naam is van de lijn. Nou, dit is L, dus die L die zet ik er even bij. En nu heb ik de eerste lijn netjes getekend. Gaan we naar de tweede, lijn M. We hebben de tabel al even ingevuld, dus nu gaan we die punten hier tekenen. En dat doe ik even in het blauw. Het eerste punt zit bij een x van 0 en een y van 3. Nou, x is 0. Omhoog naar y is 3, kom je daar uit. Dus daar zet ik even een stipje. En het volgende punt zit bij een x van 2 en een y van 1. 2 en 1, dan kom je daaruit. Dus ook daar zet ik even een stipje. En nu gaan we deze punten met elkaar verbinden. Dat doe je weer met je geo. En je maakt hem weer zo lang als dat jouw assenstelsel lang is. Dus helemaal door je assenstelsel heen. Op deze manier. En nu zie je dat we hier in het blauw de lijn M hebben gekregen. Ook daar zet je de naam er weer even bij. Dus de M zet ik erbij. En nu heb ik deze twee lijnen netjes getekend. Dus dat hebben we gezien in deze video. We hebben het dus aan het begin gehad over de kenmerken van een lineaire formule. En in het tweede deel hebben we de grafiek getekend van twee lineaire formules. Als eerste maak je dus altijd een tabel. Als je die tabel niet maakt, dan verlies je allemaal punten op het proefwerk. Dus dat zou echt zonde zijn. In de tabel zet je altijd twee punten neer. Want twee punten is genoeg, zoals je hier hebt gezien. Je mag zelf kiezen welke x je neemt en vaak doen we 0 en 2. Dan reken je uit wat de y is. Dat doe je ook bij die ander. Je maakt even netjes je assenstelsel. Zet de punten erin en teken de lijn door het hele assenstelsel heen. Aan het einde zet je de namen van die lijnen er even bij. En dan heb je de vraag helemaal netjes uitgewerkt. Ben je blij met mijn video's? Abonneer dan op mijn kanaal. En wil je nog meer video's over dit hoofdstuk zien? Klik dan hiernaast. Tot de volgende keer!